Hi guys, I'm back with a new video and this is a Dutch video, so stop watching. You probably don't understand what I'm talking about. Anyway, so apologies. Tomorrow is an English day, promise. This one is for Dutch people. Nou, daar ben ik weer met een nieuwe video. En deze video gaat over de empowerment ray van het Leiterien Instituut. En ik gebruik deze nu in dit geval, of heb ik deze nu in dit geval gebruikt, voor het bekrachtigen van een huis. En dat was nogal nodig, want het is net zoiets als autorijden en je ziet dat je benzinelampje gaat knipperen, dan moet je meteen eigenlijk gaan tanken. Want als je er te lang mee doorrijdt, dan gaat je auto naar de kloten, want dan ben je te laat met tanken geweest en dan zit de motor zonder voeding. Hetzelfde geldt voor mensen die te lang rondlopen met verkoudheid of wat dan ook. Je kan, of mensen die bijvoorbeeld zwaar diëten of zo, dan ga je op een gegeven moment je reserve batterij gebruiken en je reservevoorraden ga je gebruiken. Die maak je op en dan ligt de hele boel plat. Nog eentje, als je een batterij te ver leeg laat lopen en extreem helemaal dood laat lopen, dan krijg je hem nooit meer aan de praat. Gelukkig was ik nu op tijd. Dus ik heb gekozen voor de Empowerment Ray. Ik ben de hele tijd al bezig geweest met Reiki om een huis schoon te maken. Nummer 24. En dat was water naar de zee dragen. Wat op zich leuk is, maar niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat het huis zichzelf weer een beetje oplaadt en niet energie gaat onttrekken aan de mensen die daar wonen. Want dat was namelijk dat was namelijk wat er gebeurde. En dus vandaar van het Leiterien Instituut Empowerment Ray, de eerste. En dan zien we later wel verder wat we nog meer kunnen doen. Als ik begin met die inwijding, dan is dat een voorzichtige kennismaking met degene of het onderwerp waar ik me op richt. En dan wordt mij gevraagd waar de krachtplek ligt, in dit geval het huis. Ik dacht dat ik alleen met de muur aan de gang hoefde, maar de muur is waar nogal wat problemen mee zijn. Iets wat demonisch zwart is, maar nog geen entiteit heeft. Dus ik bleef maar bezig om dat schoon te maken en elke keer echt ochtend als ik wakker werd, dan is het eerste wat ik doe kijken hoe de toestand erbij staat, hoe de situatie dan is. En dan zag ik elke keer toch dat het weer dat zwarte naar binnen kroop. En ik dacht, we moeten met wat sterkers komen en de krachtplek van dit huis ligt ongeveer 5 meter onder de grond. Dat is op zich wel heel mooi, maar dat betekent ook dat het huis geplaatst is op een plek die niet echt heel erg handig is. Nou is Nederland een klein landje en op een gegeven moment dan worden er hele woonwijken gebouwd op plekken waarvan de natuurgeesten of elementen dat eigenlijk helemaal niet willen. En dan krijg je een soort botsing tussen allerlei energieën, mensen die zich daar thuis willen voelen en daar een huis hebben gekocht. En natuurgeesten die zich dat al lang eeuwen eerder hadden toegeëigend. En dat gaat allemaal tegen elkaar in. En dan heb je nog aardstralen en waterlijnen, dat soort dingen. Dus het huis voelde als een batterij die volledig doodgelopen was. En energie ging onttrekken aan de mensen die daar woonden en dan ook nog dat demonische wat steeds naar binnen wou kruipen. Dan ben ik begonnen met het sealen, beschermen, een cirkel trekken om het huis ter bescherming en om
de kracht echt daar naartoe te laten vloeien waar ik het bedoeld heb en waar daar de grootste vraag naar is. En de ziel van het huis ligt midden in de woonkamer. En op het moment dat ik dat schild trok, komt er natuurlijk een heleboel energie vrij en wordt er een heleboel energie op gang gebracht, waardoor alles uit de buurt dacht, hey, die batterij is bezig met opladen, die van ons is leeg, wij gaan ook naar binnen, dat willen we dus niet hebben. Dus ik heb heel veel aandacht besteed aan het controleren van die energiestroom en het beschermen van vooral de ruimtes in het huis. Niet alleen de muren, maar vooral de ruimtes in het huis. En toen voelde het alsof eindelijk alle ramen open gingen. En daar engelenenergie en frisse wind, frisse lucht, hogere vibrationele energielevels eindelijk weer konden rondcirkelen en door konden waaien, letterlijk en figuurlijk. En de ziel van het huis was er kennelijk ook helemaal klaar mee. Dat bloedzuigerige van andere plekken in de buurt. En het gaat dus niet in dit geval om bewoners en buren, maar het gaat om de locatie, de plek van het huis, de grond waar het op staat. Dat soort dingen. En het huis had ook geen zin meer om volledig leeggezoogd te worden en met een lege batterij te zitten. En zag nu, het is een hij, het huis. Heel gek. Hij. Huis 24 is een meneer. En de ziel van het huis was er klaar mee en versterkte die grenzen nog eens extra. Daarna, ik heb aantekeningen gemaakt, want ik doe dan de inwijding stapsgewijs en bij elke stap maak ik zo nodig aantekeningen. De vloer en de muren, die werden met licht geïnjecteerd, leek het bijna, en schoongemaakt en versterkt. Dus wat betreft energie zit je goed. En daarna trok, ik bedoel, als dit het huis is, het huis, dan lag de krachtplek dus 4, 5 meter onder de grond. Wat een soort zo'n vorm gaf. En op het moment dat ik meer bezig ging met de energie, kwam daar dus zo'n, het was een soort van dubbele kegel. Heel mooi. Dus dat zit mooi dicht. Het kan draaien, het kan kantelen. Het zit vast in de grond, dus er gaat niks scheef of tuimelen of zo, maar het was een hele mooie zo'n vorm. Ik vond het echt heel mooi. En wederom een huis met, jawel, zonnepanelen. En dat is net zo verschrikkelijk als windmolens, waar mensen dus echt migraine van krijgen en ook vermoeidheidsklachten aan overhouden. Entiteiten zijn dol op zonnepanelen. Dus heb je zin in een leger entiteiten, dan zou ik vooral een aantal zonnepanelen aanraden. Maar de meeste mensen vinden, ja, als je in Nederland kijkt, ieder mens is omringd door ongeveer 6 of 7 entiteiten. Als je met een heel gezin in een huis woont, dan deel je een bepaalde hoeveelheid entiteiten. Dus stel je bent een gezin van 4 of 5, dan heb je het al snel over 30 entiteiten die ergens aan het plafond hangen of een beetje rondlopen of in je tuin staan. Maar 300 of meer is echt belachelijk. Dus vreselijk. Sommige mensen weten ze heel mooi te plaatsen. Andere mensen die kwakken gewoon hun hele dak vol met die ontsierende, lichtgevende, spiegelende zwarte platen. Wat vast heel erg economisch en biologisch verantwoord is. Maar als je dat gaat doen, weet dan wel wat je op je hals haalt. Want entiteiten zijn dol op elektriciteit en straling. Dus, goed. Ik heb me verder nog een half uurtje geconcentreerd op
de energieflow en het was echt lekker fris, frisse lucht, mooie energie, wit goud, niet in wolkvorm, maar echt in een hele mooie stroom, door het huis heen, van links naar rechts, van onder tot boven en al die entiteiten, niet allemaal, maar ik denk toch zeker dat ik er 200 heb zien vertrekken naar het licht. Nou, niet het licht zoals christenen dat vaak in hun hoofd hebben. Dan zit er bijvoorbeeld een entiteit ergens in een hoekje of in een kast of zo. Dan doe je de deur open en dan zeg je ga naar het licht. En dan zwaai je met wat salie. En dan is het probleem opgelost. Dat is nooit zo. Hooguit een paar uur of een paar dagen als je geluk hebt. En dan komt er wel weer iets anders voor terug of zo. Maar in dit geval was het als een soort omgekeerde wervelwind. Maar dan ging het dus omhoog. En die entiteiten die verdwenen dus echt opgelucht en blij naar boven. Dus in de Empowerment Ray werken we met de verheven meester Maitreya. Maitreya, dank je wel. En volgens mij hebben ze het daar reuze naar hun zin. Dus er zijn er nog wel het een en ander over, maar ik heb er zeker 200 zien vertrekken. Dus een aardige club. En omdat ik toch bezig was met me concentreren op de energiestroom in nummer 24, dacht ik, ik hou dat even in de gaten. Niet alleen de energiestroom, maar ook het vullen van de vloer en de muren en de ruimte zelf met Maitreya's energie. Zelfbekrachtiging, bekrachtiging, moed, energie, dat soort dingen. Ze bleven boven. Het was net alsof ze, stel dat hier het huis is en die koker gaat zo omhoog en dan zit hier zo'n klein gaatje en Maitreya's energieën die komen dus mooi naar beneden en die verdwenen in dat krachtpunt onder, maar ook van onder naar boven, dus die energie ging mooi heen en weer. Die entiteiten bleven dus alsof ze op zolder door het trapgat, alsof ze op zolder zaten en het trapgat was open en ze keken zo heel blij en opgelucht naar beneden. Dus wat dat betreft gaat hij goed. Zo, even zien of ik nog meer aantekeningen heb. Krachtplek 4-5 meter onder de grond. Die entiteiten die werden dus met een tornadootje omhoog zogen. De ziel van het huis was ook moe en uitgeput. Vandaar waarschijnlijk dat het zich op de bewoners van nummer 24 is gaan richten. Om toch op de een of andere manier energie te krijgen. En het huis is een hei. De vloeren en de muren zijn gevuld met energie. En er is nu een energiestroom. Wat je hebt namelijk is als zo'n batterij of een lichaam of wat dan ook volledig is uitgeput. Een auto die al heel lang door is gehobbeld met een knipperend benzinelampje, is dat het lijkt op een soort vennetje of zo met stilstaand water, wat helemaal brak is en vies en modderig en allig en blauwallig en muggen en dat soort dingen. Er kan geen vis meer in leven, want het water is volledig dood. Zo voelde dat huis en zo zag het huis eruit. En nu is het dus weer gewoon een leuk vijvertje met een soort stroompje er doorheen. En ik heb gevraagd aan Maitreya of hij de energie wil laten lopen. Totdat het niet meer nodig is. Dus verwacht niet direct resultaten, maar geef het huis en de relatie tussen Maitreya en het huis even de kans om samen te werwerken. Want iemand die zijn eigen lichaam volledig heeft gesloopt, bijvoorbeeld bij een burn-out of een auto die te lang is blijven rijden met een knipperend lichtje of een batterij die je helemaal hebt leeg laten lopen en een jaar lang niet meer opgeladen, dat kun je vergeten. Dat wordt hem niet meer. En nu was ik gelukkig op tijd, dus het blijft evengoed iets wat even de tijd moet hebben om weer een normaal gevoel te kunnen geven. En ik hoop dat jullie je snel weer veilig voelen en fijn voelen in nummer 24. Dus tot zover, tot de volgende keer. Doei!